De Franse filmster Brigitte Bardot is begin jaren 60 het grote modevoorbeeld voor meisjes. Er worden in Nederland zelfs verkiezingen van Brigitte Bardot lookalikes gehouden. Gelaten onderwierpen ze zich aan de kritische blikken van de examencommissie en de niet minder kritische van hun mededingsters. Deze nationale BB-verkiezing brengt ons onwillekeurig in herinnering met wat een groot man eens heeft gezegd. Wees u zelf, sprak ik tot iemand. Maar hij kon niet, hij was niemand. In het City Theater gaven de meisjes zich met lichaam en ziel aan de kunst om iemand anders te zijn dan zijzelf. En zelfs de mimiek werd daarbij niet vergeten. De beslissing kostte heel wat hoofdbrekens, maar tenslotte werd uit de gegadigden aangewezen de 18-jarige Ingrid Bardot, geboren van Ooyen, die van Rita Reis de BB-sjerp kreeg en die voorts zonder Rita een reis naar Parijs mag maken.